Welkom terug YouTube. Harry de Ferryman, vandaag gaan we hobbyen. Kijken of ik iets kan maken waar mijn camera in kan staan. Dat ik de last kan filmen. Ben ik al lang over plan, is er alleen nog nooit van gekomen. 2 mm dikke plaat. Het is een flink ding, ik maak hem niet te klein omdat die camera moet erin passen. En dat gaat zo net. Die camera past erin. Die camera waar ik nu mee opneem, die moet er ook in passen, maar die is een stuk kleiner dan deze. Nou, hoe ik tegen gemaakt heb, ik heb geen zetbank. Die heb ik niet. Dus ik heb gewoon afgetekend. En dan heb ik hier één keer met slijptol met een millimeter schijfje overheen gelopen. Een hoeklijn aan de binnenkant gelegd en dan heb ik hem omgebogen. Die hoeklijn heb ik met 2 lijmtangen aan de werkbank vastgezet. En dan buig je het gewoon om. En dan krijg je dit. Hier moet je nog in elkaar gelast worden. Over deze hoekjes. Wat ik eigenlijk een tikapparaatje moeten hebben. Had ik een mooi. Een heel klein lasje overheen gelegd. Nou ga ik dat ook doen. Gewoon om hem wat sterkte te geven. Voor de voorkant. Hier moet nog een gat in komen voor het lasruitje. Ik pak gewoon een lasruitje uit een oude helm. Ik heb hier een oude kap. Die gaat erin komen. Heb ik ook meteen, kan ik de maat overnemen van het gat wat erin moet komen. We gaan hem eens in elkaar lassen snel. Het is 2 mm dik. Ik ga even mijn spullen aantrekken, de afzuiger aanzetten. Ik ga gauw mijn lashelm opzetten. En mijn masker voor. Dan zullen we snel in elkaar lassen, het bakje.
gauw afgelast. De spatter vallen mee. Kijk, mijn ding is mooier. Ik ga er even met een schuurschijfje overheen. Petters eraf. Nou, ik weet niet of je het binnenin kunt zien. Hij is overal mooi doorgevloeid. Het is lastig om te laten zien. Er ligt in val. Maar ik ga even met de schuurschijf een beetje netjes maken. Slager afgehaald, scherpe randjes eraf, is kistje klaar, moeten we het venstertje erin gaan maken. Nou, ik moet even van camera's ruilen, want ik wil die camera waar ik nu mee aan het filmen ben, in het kastje bouwen. Ik wil even ruilen met deze, gaan we nu even snel doen. Dit is de camera waar ik normaal mee opneem. Die komt op dit voetje te staan. En dan kan ik bepalen waar het glaasje ongeveer komt te zitten. Dan maar eruit. We zullen de slijptol eens pakken. We zweten ervan. Het kistje is klaar. Ik denk dat we eens gaan proberen hoe dat je werkt. Goed voor de camera, gewoon met dubbelzijdige tape vastplakken. We zullen snel kijken of het echt functioneert.
Ik ben benieuwd of het gewerkt heeft. Ik heb het beugeltje er nog niet vast in zitten. Het is voor de eerste keer gewoon proberen. Ik heb met twee verschillende glaasjes ingeprobeerd. Eentje met shade 9 en eentje met shade 10. Ik moet thuis kijken. Op de kleine gele camera er zit zo'n klein schermpje op. Ik kan wel zien dat hij opgenomen heeft, maar ik weet niet hoe duidelijk het beeld is. Dat lukt niet. Dat is mij te klein om te zien. Dus voor mij nog een verrassing. Maar ik hoop dat hij echt gelukt is. Deze kant heb ik met shade 9 gelast. Hier zat ik op 17 volt, vond ik een beetje te weinig. Ik heb naar 20 gezet. Dus meters iets omhoog. De meters van stond ergens rond de 5 naar 7 gezet toen, naar 7 meter per minuut. 20 volt. Lig je er wat vlakker in, 2 mm plaatjes. Zijn het. Deze vond ik te koud. Kun je zien, liggen wat boller in. Koud, deze liggen mooi strak in, maar meer gevuld. Shade 9 gelast. De andere kant heb ik shade 10 gepakt. Heb ik hier langs gelast. Niks aan de instellingen veranderd. Gewoon 20 volt, 7,2 meter per minuut. Ik heb een beetje liggen spelen. Ik heb in het begin rondjes gedraaid, toen op en neer en toen gewoon het laatste stukje. Gewoon erin gehouden en gelast. Ik ben benieuwd hoe de beelden eruit zien. Als het nou gelukt is, dan ga ik het steuntje er vast in monteren. Dus een dubbelzijdig tape erop plakt vast. Geef ik hem een kleurtje, maak hem zwart. Ja, het is simpel. Je kunt zien, mijn spattenzet er aan de voorkant zitten. Hij staat er vrij dicht op. Het is een simpel ding. Het is een stevig ding. Als het nou goed lukt, krijgen jullie meer beelden van het smeltbad te zien. Ik hoop het echt. Is het niet gelukt, moet ik iets anders gaan verzinnen. Maar dat ga ik dan ook vast en zeker doen. Zeker en vast. Voor zover wou ik het nu hierbij laten. Als je het filmpje leuk vindt, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun jij ook abonneren op mijn kanaal. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe. En zullen we eens kijken of ze meer. Ik ga gauw mijn lassen. Maar... Ik ga gauw mijn leggen. Ja.